ja, ik was eigenlijk niet van plan om de andere kant op te gaan. Ik vind het mooie regio en dicht bij de familie. En... Mooi, het aanbod van Noord-Nederland om met 200.000 woningen bij te dragen aan het landelijke woningtekort. De inwoners van Eeksterveen hebben een succesvol woningproject afgerond. Dus het is wel heel mooi dat dit project er is. Persoonlijk een mooie vind hier in het dorp is dat het zowel voor jong als oud is gebouwd. Gezellig natuurlijk. We hebben 5 kinderen en van de 5 wonen er 3 op Eeksterveen. Het is zo mooi dat je ook gewoon aanwas hebt. En dat is niet mogelijk als je alleen maar hele grote dure huizen hebt met een lap grond erbij. Dan wordt het allemaal vijftigers of mensen die gaan drentenieren, zoals ze tegenwoordig zeggen. Dus het is wel heel mooi dat dit project er is. Ja, op een gegeven moment krijg je ook een dag dat je niet meer je grote achtertuin kunt onderhouden. Wel het liefst in het dorp blijven wonen, maar ja, ook dat heb je met grote oude boerderijen. Wat maakt dat ontwerp, aanleg en inbedding van nieuwe wijken en woningen in dorpen zo succesvol kan zijn, dat het dorp ook echt voelt en ervaart dat ze mede-eigenaar is? Welkom festivalgangers bij de talkshow Leefbaarheid en Wonen. Mijn naam is Olga van Kalles. Ik ben programmamanager Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de ministeries Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar nu vooral gespreksleider. We gaan de komende 3 kwartier in gesprek met Mark Hamerleers, programmadirecteur regioportefeuille bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dirk Strijker, emeritus hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de Universiteit Groningen en inwoner van A. en Hunze. Ja. Ellen van Zelm, vandaag druk heen en weer tussen studio's in A. en Hunze. En zij is burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10. En tot slot een andere Friese burgemeester, Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Maar dan zeg ik het vast niet... Noord-Eerst-Friesland. Precies. En u kunt zelf als kijker ook meedoen. Elk moment je reactie geven in de chat. Onze moderator Anne Kustjens zal dat bijhouden. Wat daar gebeurt en op gezette tijden lekker inbreken. En je hebt daarvoor een bel. Kun je die even laten horen? Tuurlijk. Yes, en dat is het. En kom maar door met de vragen, zou ik zeggen. Je bent net ook al in de vorige talkshow geweest. Is het daar ook al over leefbaarheid en wonen gegaan? Al wat vragen over binnengekomen? Nee, dat niet specifiek. Ik denk dat er zeker raakvlakken tussen zullen zijn, tussen de eerste en de tweede. Maar ik denk dat het ook interessant is om nieuwe expertise te bevragen over misschien dus gelijkwaardige thema's. Graag de vragen binnen laten komen. Helemaal goed. Dirk, wij zagen net een mooi filmpje uit de buurt. Voel jij je ook aangesproken of herken jij dat beeld wat geschetst wordt? Ja, ik herken het wel. Het is in deze gemeente en heel veel andere gemeentes natuurlijk is het een item. Bouwen voor jongeren op dorpen. Dat is in Eeksterveen, het is bijna mijn achtertuin hoor. Ik bedoel, ik woon er 2 kilometer vandaan of zo. Is dat goed gelukt? En tegelijkertijd zitten daar ook wel vragen bij hoor. Want ik bedoel, het is ook zo van, het zijn relatief goedkope woningen die snel in waarde stijgen. En wie gaat er dan met de winst vandoor? Ga je dat verdelen? Ga je dat voor een aantal jaren vastleggen? Is alles voor degene die het huis gekocht heeft? Of gaat de gemeente daarin meedelen om weer fondsen te hebben om vervolgstappen te nemen? Dus er zitten haken en ogen aan. Ja, meerdere kanten. Gaan we straks dieper op in. Het platteland is in opkomst en huizen in de regio's zijn al lang niet meer zo betaalbaar als 10 jaar geleden, zelfs in de krimpregio's. Met de coronapandemie hebben we denk ik wel gezien dat het platteland lokt of longt en veel mensen hun beroep ook op afstand kunnen uitvoeren. En steeds meer ZZP'ers weten ook hun weg naar het platteland te vinden. Grote rijksbrede programma's zijn inmiddels ook goed op stoom gekomen in de regio's om grote vraagstukken mee te helpen oplossen. En de regio zelf is natuurlijk op kracht. Om daar ook zelf invulling aan te geven. Toch zijn er nog voldoende uitdagingen in de krimpregio's om basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs op peil te houden. Maar ook het woningaanbod voor jongeren en er een aantrekkelijke leefomgeving op te houden. En wat kunnen we doen om die leefbaarheid ook te vergroten waar dat nodig is en de kracht van het platteland daar ook op te benutten? En we willen natuurlijk gewoon lekker leven en wonen hier.
En we praten erover met een wetenschapper, twee burgemeesters, een directeur en een publicist. Mensen met invloed dus. Dus ik ben benieuwd hoe ze die invloed aanwenden. En we hebben ook de publicist, ik heb hem al aangekondigd, die zal straks halverwege inbellen en nog even wat extra toevoegen. Dus een bijzondere gast uit Vlaanderen. Dus dat is ook een ander perspectief. Wat kunt u verwachten? We gaan aan de hand van een meegebracht object, voorwerp, de gasten aan u voorstellen. En ook kijken of dat relatie heeft ook tot het thema. En we beginnen met Mark Hamerleers, programmadirecteur regioportefeuille. Jij bent opgegroeid in Limburg. Je hebt ook nog een accent, dat horen we natuurlijk ook. En heb jij dat ook, nu je beroepsmatig ook bezig bent, hè, voor de regio, kun jij iets vertellen over het voorbeeld wat je hebt meegenomen, of dat ook daarmee verband houdt? Ja, dankjewel. Nou ja, kijk, ik denk al dat ik een Haags accent heb, omdat iedereen al kan herkennen dat ik een Hagenees ben. Dus het accent, dat vind ik relatief. Maar inderdaad, een deel van mijn leven ben ik opgegroeid in Bunde, een dorp in Limburg, dat gisteren op het journaal was, omdat het spoor daar was overstroomd. Ja, en denkend aan zeg maar, dorpen en platteland, dan denk ik toch aan tijd en ruimte. Dus als je aan mij vraagt wat een voorwerp wat je wilt meenemen, heb ik eigenlijk een voorwerp wat ik wil inleveren. En dat is mijn horloge. Omdat als ik terugdenk, dus in de tijd terugdenk aan zeg maar, het platteland, dan merk ik dat zeg maar, de tijd toch een andere dimensie is. En je kunt over tijd filosoferen in dat verband. Dan kijk je ook naar zaken als nostalgie. Het was inderdaad heel erg leuk. En op jouw vraag van is die tijd voor jou relevant in je huidige werk? Ik denk van wel, in die zin dat ik denk dat het voor een Haagse ambtenaar heel erg belangrijk is dat hij niet zeg maar, enkel in Den Haag heeft gewoond, zijn opleiding heeft gehad, woont, zijn gezin heeft en naar het werk gaat. Ik zou veel Rijksambtenaren gunnen dat ze zeg maar, een goed verleden hebben zeg maar, elders in het land. Teams worden daar ook gelukkig inmiddels op samengesteld. Maar dat is dus tijd. Hè? En een ander aspect van tijd wat ik wel relevant vind in deze discussie is het motto van keizer Augustus, wat ook eigenlijk mijn eigen motto is. En dat is Festina Lente. En dat gaat niet over de lente, maar dat betekent vertaald haast u langzaam. En ik denk dat dat belangrijk is, ook voor de vraagstukken waar we nu voor staan. Omdat het heeft te maken met, er is urgentie, maar pak het niet overhaast aan en wees doordacht. En die urgentie gaat denk ik over de ruimte, dus tijd en ruimte. Ik had ook een kompas kunnen meenemen, maar dat heb ik niet. Dus vandaar het horloge. Maar ruimte is denk ik wel wat nu in deze setting belangrijk is. Er is onlangs een rapport uitgekomen van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die maken eens te meer duidelijk, voor wie het nog niet was, wist bij wijze van spreken, dat er heel veel grote maatschappelijke opgaven op ons afkomen. Of misschien moet je zeggen, ze zijn er, ze zijn manifest, het is urgent. En die moeten een plaats krijgen in beperkte ruimte. De beperkte ruimte van Nederland. En op een eerlijke manier. Dus niet zeg maar, alle last aan de ene kant en alle lusten aan de andere kant. En wat daar onder andere voor nodig is, is denk ik vanuit een overheidsperspectief integraal werken, ontkokerd werken. Maar het is ook belangrijk daarbij om als Rijk goed samen te werken met de stakeholders, slecht Nederlands, in het gebied. Dat zijn andere overheden, maar dat zijn ook partijen zoals burgers. Dus het perspectief van de burger, het perspectief van de gemeente, het perspectief van de provincie. Ja. En de vraagstuk is eigenlijk van hoe gaan we dat samen doen? Ja, die grote opgave in beperkte ruimte, dat is de titel van het rapport, hè, van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat kunt u thuis ook downloaden via de site. Er is een speciale bibliotheek waar het rapport is opgenomen. Dirk, als jij dat zo hoort, hè, het zijn grote opgaven. Er ligt ook wel wat strategisch van aard. En hoe hou je dat dorps, eigenlijk het perspectief van de dorpsgemeenschappen, hoe krijg je dat in die grote ruimtelijke opgaves? Nou, dat is een heel lastige. Daar is de verschillende overheden hebben daar grote problemen mee. En de dorpen ook. Hè. Ik bedoel, we zitten hier in het gebied waar veel windmolens geplaatst zijn.
waar de discussie zeg maar met dorpen, want dat had grote invloed op dorpen. Gewoon mensen die daar wonen en ook de lokale samenleving. Dus dat, zijn, zeg maar, dat is dus zeg maar, de materialisatie van een hele grote maatschappelijke opgave, namelijk de energietransitie. En die slaat dan heel erg binnen. Dus je zult dat op de een of andere manier in een discussie met dorpen dit soort dingen moeten doen. Want er komen grote veranderingen aan. Die windmolens en zonnepanelen en zo, daar is er maar eentje van. Landbouw gaat wellicht heel erg veranderen. Dus daar ligt een enorme opgave om die kleine schaal van die gemeenschap, van die dorpsgemeenschap, om die toch mee te nemen en ook op waarde te laten in de grote transities die eraan komen. Ja. Ellen, herken je dat? Het inbrengen van dat perspectief ook in die grote integrale Haagse vraagstukken? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, zeg maar dat het juist van belang is om oplossingen dichtbij te brengen en mensen ook mee te laten praten over wat het betekent. En dat ook niet alleen de kosten in het dorp gedragen worden, maar ook de baten daar landen. Dat is in alle opzichten. Ja. Ja. En Mark, verantwoordelijk voor de regio-deals, kwam ook al even in het startgesprek vanochtend aan de orde als een instrument wat eigenlijk Rijk en regio meer verbindt. Kun jij iets vertellen over dat instrument of over de regio-deals, hoe dat in de praktijk dan uitziet en hoe dat dorpsbelang dan ook terugkomt? Ja, de regio-deals is eigenlijk een vorm van overheidsinnovatie. Die bestonden een paar jaar geleden niet. Maar als specifieke kenmerk hebben ze dat ze gericht op wat we noemen de brede welvaart in de regio. En dat vereist wat uitleg. Brede welvaart is een mooi begrip, maar het duidt erop dat we verder willen kijken dan alleen zeg maar, economische groei. Het gaat ook over aspecten als welzijn, ook sociaal, cultureel, maar ook aspecten van de fysieke infrastructuur hoort er allemaal bij. Waarom? Omdat in je leven, in de plek waar je werkt, zijn meer dingen van waarde dan alleen geld. Geld is wel belangrijk en relevant, maar andere zaken ook. En die wil je integraal kunnen aanpakken. Nu is het zo dat de regio-deals richten zich op brede welvaart in de regio. Dus het is met name toch het idee dat je niet als Rijk gaat verzinnen wat dan belangrijk is voor de regio. En dat klinkt als een dooddoener, maar dat is niet per se de politieke werkelijkheid van de afgelopen jaren geweest. En de regio-deals hebben heel nadrukkelijk gezegd dat het Rijk vraagt aan de regio, hoe kan ik helpen? Wat zijn jullie plannen? Wat is jullie analyse? Wat hebben jullie nodig? Hoe kan ik daarop instappen? En dat is een beweging die wel anders is dan heel vaak gebeurde. En dat betekent dat in de regio-deals, en bij de burgemeesters hebben daar ook ervaring mee, De 30 regio-deals die we hebben, dat betekent dat via het lokale en regionale bestuur ook is opgehaald uit het gebied wat nodig is. En ik denk dat dat een heel belangrijke erkenning ook is geweest vanuit het Rijk. Van als dat in het gebied belangrijk is en het ene gebied zijn andere dingen belangrijk dan het andere gebied, dan willen we daar ook met jullie de schouders onder zetten. Ja, dus dat zijn ook... Oh, ja. Ik heb een vraag van Thijs uit de chat. En hij vraagt, zijn er al voorbeelden van dorpen, gebieden en regio's waar een brede baten al lokaal landen? Ik neem aan dat ik die vraag mag beantwoorden. Ja, ja, we kijken toch een beetje naar jou, Mark. Nou, ik denk het wel. Hè. Dus hier zit het aspect denk ik, van de lente in. Hè. Dus het heeft tijd nodig. Maar als je kijkt dat we afgelopen 3 jaar bezig zijn geweest. We zijn begonnen bijvoorbeeld in Zeeland. En een van de vraagstukken die in Zeeland speelde had ook te maken met het, primair onderwijs. In relatie tot het verdwijnen van scholen en het eventueel moeten brengen van je kinderen naar België om daar onderwijs te genieten. Nou, dat is wel een vraagstuk wat we hebben opgepakt en wat begint te lopen. Andere zaken die je ziet is dat, geldt nu als we even in Zeeland blijven, in Zeeuws-Vlaanderen, dat we ook ondanks corona heel nadrukkelijk aan het kijken zijn op welke manier je burgers kunt betrekken bij de programmering. En er zijn ook andere voorbeelden, maar die komen hier uit het gebied. Of het nou gaat over natuur, inclusieve landbouw, of als het gaat over wonen en kwaliteit van leefomgeving, dan zijn er in diverse regio-deals projecten gestart waarbij we dus heel nadrukkelijk ook aan
ja, nou, dat hebben we niet gedaan, hè, maar dat is dat hebben we Rijk niet gedaan, maar dat hebben we Rijk en Regio gedaan. Aan de inwoners, maar ook boeren, ondernemers, organisaties, ook scholen gevraagd om zeg maar aan te leveren wat voor hun van belang is. Dus er zijn al zeg maar vroege resultaten. Maar ik vind zelf wel dat je ook hier weer een lange adem moet hebben. Maar ik ben niet ontevreden met wat ik nu zie. Maar als het gaat om de concrete voorbeelden, denk ik dat het goed is. Elke regio-deal werkt daaraan. Maar wat van belang is, is dat zeg maar in veel plattelandsgemeenschappen is het gevoel voor algemeen belang is redelijk goed ontwikkeld. Mensen zijn ook gewend om de handen uit de mouwen te steken. En wat we van Groningen geleerd hebben, is dat het voor het hele land is daar gas opgepompt. En dat zeg maar toch Groningen het gevoel heeft, en niet alleen het gevoel, maar het is ook zo, dat daar onvoldoende voor teruggekomen is, zowel financiën als erkenning. En in die hele leefbaarheidsdiscussie speelt van we doen het voor het algemeen belang, maar we hebben er zelf ook wat aan. En dat, ik vind de regio-deal is een heel mooi instrument. En we merken ook dat ervoor zorgt dat in de regio's wordt de problematiek heel precies geduid van hier zitten we nu mee. En we gaan over dit specifieke probleem gaan we in overleg met het Rijk. En zij helpen ons om dat op te lossen. En daar hebben we allemaal wat aan. Nou, dat werkt heel goed. Moet alleen nu omgezet worden naar structurele middelen, zou mijn grote oproep zijn. Maar je merkt bijvoorbeeld in Zeeland, daar, hè, wat je net zei over dat busje. Daar was bijvoorbeeld de school was gesloten in een dorp. Nou, de ouders die hadden een busje, een tweedehands busje gekocht. Daar konden ze hun kinderen mee brengen naar de school, een dorp verderop, zodat ze toch in dat dorp kunnen blijven wonen. En als die kinderen naar school waren, dan kon dat busje ingezet worden om een andere groep heren en dames die wilden gaan zwemmen in een naburig dorp gelegen zwembad, daar naartoe brengen. Die konden ook pakjes rondbrengen. En dat was eigenlijk iets wat vanzelf leek te lopen, totdat er allerlei regelgeving van toepassing bleek. Van nee, maar dat kan zomaar niet. Je kan niet zomaar een taxiservice beginnen. Dus dat. Nou, ons pleidooi is nu vanuit de P10 van kijk nou eens naar die regelgeving en wees daar ook gewoon soepel in om niet om alle regels maar te overtreden, maar vanuit de erkenning van het is nodig om leefbaarheid op het platteland te houden, dat ook dit soort initiatieven wel mogelijk moeten blijven, waar eigenlijk iedereen baat van heeft. Ja, mooie conclusie. Ja. Dirk, jij hebt ook een voorwerp meegenomen. Ja, dat ligt daar al. Dat is de sleutel van het dorpshuis van Eekster Zandvoort. Ik ben voorzitter van Dorpsbelangen. Niet van het dorpshuis, maar zo werkt het wel. En ik heb een sleutel en heel veel mensen in het dorp hebben een sleutel. Dat geeft al iets aan. En ik heb die sleutel meegenomen om te laten zien dat het hebben van een ontmoetingsplek in zo'n kleine gemeenschap. Eekster Zandvoort heeft ongeveer 50 huizen, 130 inwoners of iets in die geest, hier vlakbij. Het hebben van een ontmoetingsplek is heel cruciaal om je gemeenschap in stand te houden. Om elkaar tegen te komen, dingen met elkaar te doen. Kortom, verder te ontwikkelen. En gewoon een gemeenschap te zijn. Ja. Daarvoor is zo'n plek cruciaal. Ja. En meerdere mensen hebben dus de sleutel. Oh, ja. Gaat ook het hele dorp dan Het hele dorp, het is niet zo dat iedereen de sleutel heeft. Maar nee. Er zijn er redelijk wat in omloop. En zo één keer in de 10 jaar of zo moet er eens weer... moet het eens een keer weer ververst worden en een nieuw slot op het dorpshuis gezet worden. Maar er zijn veel mensen die zeg maar iets doen in zijn dorpshuis. Zelfs in de coronatijd. We hebben zo'n rustpunt toestand. Hè, waar toeristen koffie kunnen zetten en even kunnen zitten. Dat moet 's ochtends klaargezet. Dat moet 's avonds weer terug. Dat moet onder dak. Wc's moeten open. Weet ik wat allemaal. Dus heel veel mensen zijn zelfs in dit soort tijden dan nog op zo'n plek actief. Ja. Terwijl we er niet konden vergaderen een tijd lang, niet konden repeteren. Ja, mooi. Mooie beeld wat je neerlegt. Je hebt ook je hele leven lang eigenlijk in het teken gesteld van onderzoek naar plattelandsontwikkeling. Wat is nou van al die jaren wat jij gezien hebt in binnen- en buitenland nou de belangrijkste conclusie? Overvraag ik je? Nee, maar... Ik heb daar wel een beeld bij. Ik ben econoom van huis uit. Ik ben ooit opgeleid als econoom. En gaandeweg bij de geografen verzeild geraakt, zeg maar. En bij de sociologen en dat soort dingen.
En wat ik geleerd heb en wat denk ik heel cruciaal is en wat je in heel veel onderzoek nu zo langzamerhand ook terug ziet komen, al wat langer hoor, wel al een jaar of laten we zeggen twee decennia, dat is dat plekken zijn voor mensen cruciaal. Je kunt op een gegeven moment zeggen van ik heb een bruto toegevoegde waarde of ik heb een aantal arbeidsplaatsen. Ja, dat is allemaal mooi. Maar het zit in een concreet pand of het speelt zich af in een concrete situatie waar mensen zich aan hechten, waar ze hun identiteit voor een deel aan ontlenen. Dus plekken zijn heel belangrijk. En dat betekent, het is niet voor niks dat ik zo net die windmolens noemde, dat veranderingen in die plekken, want dat moet ze nou en dan, en dat gebeurt eigenlijk continu natuurlijk, daar moet je de mensen wel heel erg goed in meenemen. Mensen zijn gehecht aan hun plekken. Er is ooit een EO-programma geweest Als mensen veranderen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we, mensen hebben eigenlijk een hekel aan veranderen. En houden het liefste toch dat wat ze hebben. En je moet ze dus heel goed uitleggen, heel goed meenemen. Ja. Wat gebeurt er dan als je zo'n plek, een pand of... Kan alles zijn, hè? Je landschap. Ja, haalt dat weg? Wat gebeurt er dan? Mensen hechten aan zaken die er zijn. En als die verdwijnen, dan verandert de context waar ze in ze opereren. En daar raken ze heel erg teleurgesteld over het algemeen. Als je iets niet hebt en het ook niet krijgt, dat is niet half zo erg dan wanneer je iets wel hebt. Ook al is het, als wetenschapper kun je zeggen, het is onbelangrijk. Je kunt gewoon 2 kilometer verder naar die school of je kunt naar een ander weiland gaan of je kunt een ander bloemetje poten. Maar dat soort dingen zijn heel erg belangrijk om in de gaten te houden. En dat moet je ook vanuit je bestuur moet je daar... dat is hier met die windmolens is dat ontzettend misgelopen. Ja. Maar er zijn meer voorbeelden van. En soms gaat het ook heel goed. Eigenaarschap, je noemt het net. Ja. Als mensen zelf zich eigenaar voelen van die verandering en zelf zien dat dat moet en daar zelf ook iets voor terugkrijgen, dat is cruciaal. Ja, Johannes, herken jij dat? Want je bent burgemeester van een gemeente met 35 dorpen, dorpskernen? 50 dorpen, 50. Één stad en 45.000 inwoners. Ja. Ja, herken je dat? Dat die lokale plekken belangrijk zijn ook voor de leefbaarheid in die gemeenschappen? Ja, ik denk dat mensen ook in dit tijdsgericht op zoek zijn naar identiteit, naar houvast. En hun omgeving biedt dat houvast. En ze willen graag, daar zijn ze trots op, daar zijn ze heel erg blij mee. Dat is ook een mooie landelijke omgeving. Dat zie je hier als je hier naar buiten kijkt. Maar dat is bij ons ook zo. Het zij de ruimte van het wat, dan wel het meer beboste gedeelte van de gemeente. Waar mensen gewoon heel erg betrokken zijn bij hun omgeving. En dat soort grote ingrepen, ja, daar moet je niet te licht over denken dat dat behoorlijke impact heeft. Nou, dat doen we in Friesland op zijn 11-30, dus met heel veel overleg. Gelukkig gaat het goed. Maar de voorbeelden die Dirk ook noemt, van die hele grote windmolenparken. Nou, dat doet mensen veel verdriet en dat moet je niet onderschatten. Ja, ja. En wat doe jij daaraan als burgemeester samen met het college om zeg maar die plekken of misschien die veranderingen die plekken te behouden en die veranderingen wat in te passen misschien? Ja, Mark gaf ook al aan, ze hebben te maken met grote transities. Als het gaat om duurzaamheid, hè, we net de resten zijn opgeleverd. Als het gaat om stikstof, ook een gigaprobleem in dit land. Dat moeten we samen met elkaar oplossen. En wij als burgemeesters spelen daar een rol bij van oliemannetje. Ook voor zorgen dat er goed naar ons geluisterd wordt. Gelukkig, ook in de persoon van Mark, is er bij het ministerie veel oog en oor voor wat er in de regio leeft. Dat heeft ook die regio-deals hebben het opgeleverd met elkaar. En als we maar goed met elkaar luisteren en elkaar serieus nemen en mensen niet wegzetten, oh ja, dat zijn nimbies of die willen nooit wat of die zijn bang voor verandering. Nee, maar echt serieus nemen. En daar zijn wij als burgemeesters nou natuurlijk heel erg voor om dat voor zorg te dragen. Ja, dan moeten we met elkaar goed het gesprek aan gaan dat er wat moet veranderen. Weet iedereen, maar doe het wel op een manier die past bij ons. Ja, Ellen, herken je dat? En ook het inzetten op participatie op die grote trajecten, zou ik maar zeggen? Ja, het aardige natuurlijk is, dat doen Johannes en ik natuurlijk op dagelijkse basis, dat we proberen en het grote verhaal in de gaten te houden, maar ook de kleine voorbeelden in onze kernen aan elkaar te linken. Met elkaar praten is sowieso heel erg belangrijk. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar met die corona gezien. Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen ook zich gezien weten. Dat is overigens niet alleen het platteland, maar dat is overal, denk ik. En je komt op... Kijk, waar het over gaat is dat
In die dorpen, ze bijvoorbeeld zeg, die willen heel graag ook wonen voor hun jongeren mogelijk maken. Hè? En die, dan horen wij vaak van ja, wij hebben, wij willen graag nieuwe huizen hebben, want onze jongeren willen hier ook wonen. Bij ons is het nu zo dat er, als er een aantal jongeren is dat wil bouwen en die hebben daar ook concrete plannen voor, dan maken we daar ook ruimte voor in overleg met de provincie. En nou ja, dan kom je op een gegeven moment in, dat, die participatie is daar heel erg belangrijk in, want er is een initiatief vanuit het dorp. Dan verandert er dus ook iets, want dat moet op een bepaalde plek. En nou ja, dat moet, er komt altijd een moment van spanning, van dat mensen het ook niet willen daar, dan kan het niet ergens anders en dat... En het aardige is dat, dan gaat het erom, wat is dan de rol van ons als gemeente en wat kan zo'n dorp beslissen? Nou, dus iedere keer is dat ook weer anders. Hè? Soms zit het ook even vast. En nou, dat is wel echt iets als onze rol van de gemeente, om dan niet te zeggen, van, nou ja, nemen wij het over en wij beslissen het, kom daar. Maar om bij elke iedereen dorp passende... Iedereen erbij te houden eigenlijk. Ja, iedereen erbij te houden, ja. Er is een vraag uit de chat. Zeker. Het is een levendige discussie overigens. Leuk om te lezen. Er is een vraag van Gerlof. En die vraagt... Nou, er is vaak aandacht voor jongeren en starters op de woningmarkt. Daar moet meer voor worden gebouwd. Maar hij vraagt eigenlijk... Moet er niet meer aandacht zijn voor alle doelgroepen in de woonmarkt? Ja. Oh, ik zie Johannes direct knikken en reageren. Nou, ik vond dat ook heel treffend in het filmpje wat we zo net zagen. Dat we niet alleen maar grote huizen willen bouwen voor de kapitaalkrachtigen, maar dat we ook heel erg rekening moeten houden met de jeugd, maar ook met de bestaande woningen die hier zijn. En kijk, natuurlijk willen we heel graag nieuwe huizen bouwen en het liefst zoveel mogelijk. Maar kijk ook even goed naar welke woningen er nu al zijn en wat voor effecten dat heeft op de woningmarkt. Heel veel mensen kopen nu heel duur woningen. Wat gebeurt er op het moment dat daar 1 miljoen woningen in Nederland aan worden toegevoegd? Daar zijn we helemaal voor. Natuurlijk moet gebouwd worden. Maar dat heeft natuurlijk effect op de mensen die net een duur huis gekocht hebben. Hoe gaat dat? Hoe hou je daar rekening mee? Dus het zal ook niet in 1 keer gebeuren. Maar dat zijn wel dingen dat je moet daar dus in de volle breedte naar kijken. Dus niet alleen maar nieuwe mooie huizen bouwen voor kapitaalkrachtige mensen. Die dat, maar ook rekening houden met name de huursector, met jongeren, met ouderen. Zodat je een totaal afgewogen woningmarkt hebt die in balans is en klaar is voor de toekomst. Ook nog een beetje duurzaam. Ja, ja, mooi. Ellen, jij hebt ook een voorwerp meegenomen. Het ligt al naast je op de bank. Ja, ik heb het? Dat is het dorpskrantje, de tipgever. Die komt iedere maand bij ons in de brievenbus. En dus dit is het laatste nu recent? Dit is het juni-nummer, juni 2021. En het aardige daarvan is dat die dus maandelijks gevuld wordt door een groep bewoners vanuit het dorp waar ik woon. En bijna alle ondernemers die adverteren daarin. Dus groot en klein, hier de tuinklussen, de fysiotherapie, de afbouw. Dus jij bent dan gelijk als burgemeester, als je het krantje uit hebt, ben je op de hoogte van alle ins en outs? In ieder geval van 1 dorp, hè? Maar dat zijn er 16 dorpen. 16 dorpen, ja, maar 16 krantjes ook? Nou ja, daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Ja. En, het is, en die krantjes, dat is wel echt iets van het platteland. Want daar, natuurlijk hiervoor woonde ik in Lelystad. En in de wijk waar ik daar woonde, hadden ze een vrij levendige website van de wijk waar ik daar woonde. Maar dat had veel minder betrokkenheid dan dit. Want hier, dit valt in de bus. En daar dat lees je dan ook even snel. En dan zie je opeens van... Hey, mijn buurman die heeft een gedicht geschreven in het Fries. Heel mooi, dit is natuurlijk ook een Fries. En een prachtige... dus hier... ik heb het meegenomen, niet vanwege dat krantje zelf... maar omdat het verbeeldt dat de kwaliteiten van mensen ingezet worden... Ja. En de een die kan een gedicht maken, de ander heeft een naaiatelier... en die zet hierin van, heb je iets te verstellen aan je kleding, kom bij mij. Mondkapjes maken, denk ik. Mondkapjes maken. Ja. Ja, de gemeente die zet hierin wat van belang is voor dat dorp. Het dorpshuis die serveert tientjes maaltijden. Nou ja, zo dat staat hier allemaal in. Ja, heel mooi tastbaar ook. Ja, hè? Dus tastbaar. Niet online, maar echt een tastbare... Ja. Dus daarom heb ik dit meegenomen. Ja, leuk. Ja. En je bent naast de burgemeester ook voorzitter van de P10. Ja. Een groot netwerk inmiddels. 29 gemeenten die zich daar hebben aangesloten. En heel actief daarin. Dan zul je ook wel veel gehoord worden in Den Haag bijvoorbeeld. Of is dat jouw beeld ook? Of zeg je van nou, er mag toch wel even iets meer geluisterd worden naar wat er op het platteland gebeurt?
Nou, ik denk in principe wel. Dat daar, en zo, daarom is die P10 ook ontstaan, zo'n 12 jaar geleden. Met 10 grote plattelandsgemeenten. Maar inmiddels is het zo dat het belang van het platteland is groter geworden in de oplossingen die aangedragen moeten worden. Hè, voor energietransitie en circulaire economie, landbouw. Dat is allemaal sectoren van belang. Maar wij weten elkaar ook beter te vinden. Rijksoverheid, provinciale overheid. Wij zitten hier ook vandaag allemaal. Hè, gemeente, rijksoverheid, provincie, waterschappen. Alle overheidslagen zijn hier vandaag. Het platteland wordt zeker gehoord. Er moet nog wel, zeg maar... Er mag een tandje bij? Mag een tandje bij. Ja. Maar het tempo is op zich zo prima. En ik kijk naar Johannes en dan denk ik altijd met elkaar in gesprek blijven. Ja. Dat is zijn motto. En dat is ook zo. Dat doen wij ook. Ja. Dus wij hebben gezegd, we moeten het met elkaar doen. En dat, die leefbaarheidsdiscussie is gewoon ontzettend van belang. Ja. Mark, jij hebt het eerder gehad over eigenlijk de strijd om de ruimte. Hè? Het gaat over, is misschien onvoldoende ruimte, maar ook de kwaliteit van de ruimte, denk ik, dat het over gaat. En ik hoor Ellen, maar ook Johannes en net ook wel zeggen, ja, het gaat ook over de leefbaarheid, sociale cohesie. Hoe verbind je die thema's met elkaar? Of hoe geef je daar vanuit Den Haag, hè, vanuit toch wel het nationale niveau, daar invulling aan? Dat is een ingewikkelde reeks vragen. Hoe pel ik hem af van boven of naar beneden? Maar vergeef me als ik vanuit mijn rol even van boven afpel. En dan zeg ik van, nou ja, wat je noemt, zijn allemaal aspecten van brede welvaart. En dus het is belangrijk om te zien dat de dingen wel met elkaar samenhangen. En dat is eigenlijk de sleutel van het antwoord. Dat is belangrijk om te werken aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. En het is belangrijk om te werken aan de sociale cohesie. Maar het is ook belangrijk en heel interessant om te kijken wat fysieke leefomgeving en sociale cohesie met elkaar kunnen. Dus bij zeg maar, een aanpak die gericht is op het een of een aanpak die gericht is op het ander, probeer ook de kruisverbanden te zien. Dat is denk ik één belangrijke opmerking die ik erop wil maken. En de tweede is dat je van hoe gaan jullie dat in het Rijk dan doen? Hè? Ja, ik ben in steeds mindere mate ervan dat ik vind dat het Rijk dat moet doen. Omdat ik denk en ook werkelijk meen en daar ook naar wil handelen, is dat we dat samen moeten doen. En dat is in het werk wat we hebben gedaan, onder andere met de regio-deals, maar ook met het IBP Vitaal Platteland, is dat iets waarvan we kunnen laten zien dat we daar ook zeg maar, daden verbinden aan die woorden. Dus het antwoord op jouw vraag is van hoe doe je dat? Dat doe je in ieder geval samen. En wederom inderdaad met alle lagen die er zijn. Ja. En misschien dan toch nog heel, heel klein beetje erop doorpakkend. Hè, dat het is, en ik denk dat dat ook het punt was wat Dirk net maakte. Het is zo ontzettend van belang om je te realiseren dat een ingreep in de fysieke ruimte effect heeft op zeg maar, het sociaal welbevinden van mensen. Ja. En het werkt ook andersom. Hè? Dus Dirk pakte ook een economisch argument van verliesaversie. Hè? Dat als je mensen iets afpakt, dan reageren ze daar harder op dan wanneer ze... Wanneer ze het niet hebben. Dus dat punt dat we ons moeten realiseren dat bij de grote ingrepen die er gaan komen, dat iedereen gaat raken. En dat je moet kijken of je het kunt... Het eerlijke verhaal kunt vertellen over zowel de minpunten als ook de pluspunten. Ja. Omdat ik denk dat de meeste inwoners van Nederland zien dat de energietransitie nodig is. Als het niet is voor hen, dan voor hun kleinkinderen, verdere generaties. En dat het ook niet per se zeg maar, elders hoeft, maar ook hier mag. Maar laten we kijken wat een oplossing is die bij ons past. En dan vind ik het punt van eigenaarschap is daar ook een heel belangrijk. Ja. Ik hoor jou, zeggen, is veel ruimte ook voor de regio, voor het lokale... aspecten om ook juist dat te betrekken. Hè? En het Rijk daarin ook niet te sturend is, maar veel openheid biedt. Johannes, oud-gedeputeerde, nu burgemeester. Welk voorwerp heb jij meegenomen? Hij wordt op de sokkel neergezet. Ik hoop dat hij blijft liggen. Ja, ik leg de bal op de stip. Oh ja. Dat is mooi, ja. Een voetbal, denk ik. Een voetbal, ja, klopt. Ja.
Nou, het staat natuurlijk symbool voor de sport. En heel veel, zijn een hele sportieve gemeente. En dat is natuurlijk overal in het goede vaderland zo dat heel veel wordt gesport. Maar sportverenigingen, vooral ook op de kleinere dorpen, zijn toch vaak verenigingen waar het hele dorp zich in kan vinden. En mee verbonden is, als het niet is om mee te spelen, dan wel als trainer of de bardienst te doen in de kantine. En dat kan korfbal zijn, dat kan kaatsen zijn, dat kan allerlei vormen van sport zijn. Maar dat zorgt voor een heel stuk grote verbinding. En mensen zijn vaak verbonden met hun dorp, met hun sportvereniging. Ja, veel meer dan natuurlijk met hun gemeente, want dat is maar een administratieve eenheid. Ja. Maar ja, daar zit een heel stuk, ja, wat wij in Friesland noemen, meerskipsbinding. Een verbinding met de gemeenschap zit via die sport. Ja, mooi, mooi. Wij gaan naar Vlaanderen. We hebben een speciale inbeller, Jasper van Looy. Dag Jasper. Wij kunnen jou zien. Kun jij ons horen? Jasper is denk ik nog even naar zijn plek aan het lopen. Jasper, hebben wij verbinding? Goedemiddag. Ja, wij horen jou. Die hebben wij normaal. Heel goed. Het geluid was aan het haperen en ik was op zoek naar een betere verbinding. En ik denk dat ik het heb. Heel goed. Jij hebt onlangs een boek geschreven onder de titel... Klopt. Onder de kerktoren, waarom Vlaamse dorpen een toekomst hebben. Kun je dat eens naar... Absoluut. Ja, en waarom hebben ze die toekomst? Kun je dat eens uitleggen? Enerzijds omdat Vlaanderen eigenlijk redelijk zo georganiseerd is dat dorpen er veel kansen hebben. De meeste dorpen liggen vrij dicht bij elkaar in een klein land. De meeste dorpen liggen ook vrij dicht bij de dichtstbijzijnde stad. Wat dan maakt dat je een heel ander verhaal krijgt dan in pakweg het uitgestrekte platteland van Frankrijk of Spanje. Wij hebben van... De geschiedenis heeft ons een heel uitgebreid wegennetwerk, heel uitgebreid spoorwegennetwerk gegeven. Daar maken wij optimaal van gebruik. En daarom is het vandaag in Vlaanderen vrij gemakkelijk om in een dorp te wonen. Maar tegelijkertijd mors je met die kansen en voel je dat er gewoon voor de dorpen... Nu wordt gezorgd dat veel ontmoetingspleinen gewoon parkeerplaatsen worden, dat elke vrije ruimte wordt ingevuld door heel smakeloze, eenvoudige appartementen. En eigenlijk is mijn boodschap van, goh, zie de kansen die onze dorpen van nature hebben, maar laten we daar ook op een toekomstgerichte, op een innovatieve manier mee omgaan. Ja, jij schetst ook het beeld, hè, dat niet elk dorp om te hoeven overleven een bakker hoeft te hebben, 3 frituurzaken, 5 winkels. Maar je moet toch iets van voorzieningen hebben? Of is er een ander aspect wat belangrijk is? Er moeten sowieso voorzieningen zijn. Ik denk het wel. Een dorp is meer dan gewoon huizen en mensen die er wonen. Maar ik denk wel dat je voorzieningen ruim mag interpreteren. Ik denk dat een gemeenschapshuis misschien nog wel belangrijker is dan, 3 winkels, omdat sociale voorzieningen zeer belangrijk zijn. Dat een mooi parkje of een ontmoetingsplek belangrijker is dan die 3 frituurzaken. En zeker ook in Vlaanderen, omdat de dorpen vrij dicht bij elkaar liggen, kunnen bepaalde zaken ook mensen uit meerdere dorpen aantrekken, zeker als ze inzetten op bepaalde unieke producten. En dat maakt ook dat die zaken levensvatbaarder worden. Een ander fenomeen dat mij is opgevallen, is het idee van voorzieningen combineren. Je ziet dat steeds vaker in België dat slagerijen of krantenwinkels ineens een extra koeltoog of een paar extra rekken hebben staan om het aanbod van de verdwenen supermarkt op te vangen. Dat onder andere in mijn geboortedorp is dat zo gegaan. En ik geloof dat ondernemers die een voeling hebben met het dorp, dat die nog steeds wel kansen hebben en kansen kunnen zien, maar dat ze wel verder moeten denken dan het zeer klassieke dorp dat we de afgelopen 3 decennia hebben gehad. Er zullen dingen veranderen, dat is onvermijdelijk. Ja. En wat zou jij, wat je gezien hebt, hè, in Vlaanderen, wat zou jij onze Nederlandse bestuurders mee willen geven die ook in ofwel krimpregio's aan de slag zijn of op het platteland? Wat zou jij hen mee willen geven? Kun je de vraag nog eens herhalen?
Zou jij een advies kunnen geven aan Nederlandse bestuurders die ook op het platteland verantwoordelijkheid hebben? Wat is er uit jouw onderzoek gekomen en uit jouw boek wat je beschrijft, wat je zegt, nou dat wil ik echt meegeven? Ik denk twee belangrijke dingen. Het eerste is, maak komaf met nostalgie. Je voelt dat er in veel dorpen een aversie is tegenover verandering om de verandering. Dat er een parochiekerk leeg staat en dat er niet wordt nagedacht over hoe kunnen wij die inzetten als er geen kerkdienst is. Omdat er zo'n nostalgie is naar het kerkdorp van vroeger. Of dat bepaalde veel te grote villa's blijven staan, omdat die altijd gekend zijn als de woning van de notaris. Ik denk dat je als lokale bestuurder vandaag sterk in het groen moet staan en tegen je dorpelingen moet durven uitleggen, wij gaan veranderen om die en die en die reden en op lange termijn worden we daar allemaal beter van. En daarnaast denk ik dat samenwerking een heel cruciale proef kan zijn voor dorpen. Ik denk dat dorpen heel goed moeten nadenken waar ze liggen in hun land, waar ze liggen tegenover de omliggende dorpen, waar ze liggen tegenover de steden. Welke dingen kan ik bereiken met openbaar vervoer? Naar welke dorpen of steden leidt van mijn dorp een deftige autoweg? En dat samenwerking voor een aantal bestuurlijke logistieke zaken, dat de volgende jaren de norm zal worden. Dat zie je onder steden ook al. Ja, duidelijk advies. Dank je wel, Jasper, vanuit Vlaanderen. Dank voor jouw bijdrage. Johannes, herkenbaar advies? Of zeg jij van, nou, dat is bijzonder? Nee hoor, heel herkenbaar. Ik denk, kijk, nostalgie is op zich niet verkeerd. Hè? Mensen mogen heel erg trots zijn op hun omgeving en wat dat voor hun betekent. Maar heeft wel gelijk in de zin dat je moet altijd kijken naar welke uitdagingen komen ons af. En hoe kunnen we het goede van het oude verbinden met de uitdaging van het nieuwe. En daar ligt een grote uitdaging voor bestuurders om dat perspectief te schetsen. En niet alleen van, ja, er komt een windmolenpark en daar moet je het maar mee redden. Nee. Het biedt ook mogelijkheden om van de gemeenschap om daarin te participeren. We kunnen daardoor de boel leefbaar houden. En dat is natuurlijk een heel verhaal wat je met elkaar moet houden. Dus vooral met elkaar in gesprek blijven. En ja, ook voor Den Haag is belangrijk dat men zich realiseert dat een groot deel uitdagingen op het platteland liggen. Waar 15 jaar geleden het nog ging om probleemwijken en de grote stad, dat was het probleemgebied. Nou, zo langzamerhand zie je ook dat in het platteland van Nederland, ook kijk maar naar de uitslagen van de verkiezingen, kijk maar naar de boerenopstand, kijk maar naar wat er allemaal gebeurt, dat ook het platteland niet veronachtzaam moet worden. En ik hoop dat men thans aan de kabinetstafel, waar men aan het formeren is blijkbaar, ook goed rekening houdt met het feit dat een leefbaar platteland voor heel Nederland van belang is. Ja, helder. Ik zag jou, Dirk, ook heel erg knikken toen Jasper het had over betrek ook. Leg uit wat de omgeving dat die gaat veranderen. Neem mensen daarin mee. Is dat ook wat jij herkent uit je onderzoek? Of zeg je, zou dat een ander aspect ook wel... Dat is belangrijk, maar hij zei ook nog iets anders. Namelijk toch ook de vraag van, wat voor dorp wil ik zijn? Niet elk dorp hoeft daar alles te hebben. Dat kan ook helemaal niet. En zeker hele kleine dorpen niet, want dan is je spankracht is beperkt. Dus je ziet, dat hebben we uit onderzoek duidelijk gekregen, in krimpgebieden zijn dorpen die heel succesvol zijn. Succesvol in termen van ontwikkelen van voorzieningen, in termen ook van het aantrekken van gezinnen of wat dan ook. Dus de basisvraag naar de lokale gemeenschap toe is er wel eentje om goed na te denken van wat ben ik eigenlijk? En dat ligt ook op het bord natuurlijk weer vervolgens van de lokale en regionale bestuurder. Niet elk dorp hoeft woningen voor jongeren. Niet elk dorp hoef je te vechten om een winkel in stand te houden, maar in sommige wel. En als je geen, dat is een punt wat toch steeds weer langsloopt, de aanwezigheid van voorzieningen. Ik bedoel, heel veel dorpen hebben heel veel voorzieningen niet. Denk ook wel even na dat consequenties heeft voor de mensen die er kunnen wonen. Ik bedoel, als je niet mobiel bent op het platteland, als je niet kunt autorijden of nog geen 18 bent, dat geldt zowel voor ouderen als voor hele jongeren, dan is het dorp waar je woont of de plek waar je woont niet altijd de optimale plek. Dat moeten we ons ook realiseren daarin. Ik kijk heel even naar de chat. Ik druk nog één keer.
Nou, er zijn ontzettend veel vragen gesteld en er wordt ook heel erg leuk met elkaar meegedacht. Dat is heel mooi om te zien. Samenvattend wil ik eigenlijk de algemene opmerking en het sentiment meegeven dat gewoon de waarde van de ontmoeting heel erg wordt gezien. En ook initiatieven zoals een dorpskant, dat wordt gewoon heel erg onderschreven. Ja. En dat is eigenlijk de laatste samenvatting die ik voor nu wil meegeven. Ja, mooi. Maar het is... Mag ik er nog wat over zeggen? Ja, zeker. Het leefbaarheid... kijk, ik heb een aantal jaar geleden, of denk 20 jaar geleden, in Rotterdam werkte ik in Rotterdam. En toen werd het woord leefbaarheid uitgevonden. En dat werd, schoon, heel en veilig. En gemeente, succes. We gaan het school schoon, heel en veilig maken. Dus door Leefbaar Rotterdam heel erg opgepakt. Ook heel succesvol overigens. Maar wat ik nou zie is dat leefbaarheid is natuurlijk breder dan alleen schoon, heel en veilig. Dat geldt ook voor het platteland. En daar... Maar het is ook voorzieningen en ook hoe gaan de mensen met elkaar om. En die voorzieningen, daar praten we nu over. Ja. En ik ga bijvoorbeeld volgende week openen een initiatief. En dat heet Hemelse Nachten. En dat is een slaapvoorziening in een kerkje. En dat kerkje doet er niet alleen. Daar kan je niet alleen overnachten in Hemelse Nachten. Maar dan kan je ook, daar, die organiseren ook een filosofisch café. En zeg maar, dus die multifunctionele gebruik is heel erg aanwezig. Dat ontmoeten, dat kan daar, maar dat kan eigenlijk in elk dorp is er wel iets waar dat ontmoeten heel erg een plek heeft. En daarmee zie je dat voorzieningen en hoe wonen de mensen hier met elkaar samen is gewoon ongelooflijk belangrijk voor de leefbaarheid. Ja. En ik denk van dat is goed dat ik onderschrijf het pleidooi van Johannes Kramer helemaal. Van daar moet voor zorgen dat er in het regeerakkoord daar ook veel aandacht voor komt. Van hoe houden we dat in stand? Want anders dan krijgen de problemen de overhand en dat moeten we niet hebben. Nee. Ik heb één laatste vraag, want we zijn al in de afronding. Dirk, leven lang onderzoek gedaan, heel veel vragen gesteld, heel veel antwoorden gekregen. Maar welke vraag is wat jou betreft nog onopgelost? Welke vraag, waar zit jij nog mee? En wil je misschien ook vandaag meegeven om daar nog mee te puzzelen voor een antwoord? Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Ik als onderzoeker zijn er altijd weer nieuwe vragen van hoe komt het en wie is het en hoe zit het voor deelgroepen enzovoort. Wat mij, ik heb dat zeg maar die jaren rond toen dat pensioen aankwam ook steeds weer in interviews aangegeven. Er is één aspect wat mij op dit moment heel erg bezighoudt en waar ik zeg maar helemaal geen antwoord op heb. En dat is hoe de, met name de landbouwtransitie, hoe die eruit komt te zien. En die heeft meteen gevolgen voor hoe de omgeving van mensen eruit ziet. En hoe het, zeg maar, de verdiencapaciteit van een deel van de inwoners eruit ziet. Dat de boeren en de mensen die daar, zeg maar, op die bedrijven ook geld verdienen of een bijdrage leveren. Daar heeft iedereen hele scherpe ideeën over. Zeker in wat meer een stedelijke context, hoe dat er allemaal uitziet. Het moet ecologisch, het moet natuurinclusief, het moet kleinschalig. En dan vraag ik me altijd af zo van, en wie gaat dat dan doen? Want diegene die het gaat doen, moet wel een goed inkomen kunnen verdienen om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat we daar geen veranderingen moeten hebben. Die transitie die ligt op ons bord en daar moeten we iets. Maar die houdt mij enorm bezig. En die houdt mij ook bezig vanuit het punt van het ontwikkelen van de technieken. Waarbij je ziet dat er meer en meer technieken ontwikkeld worden, waarbij je op een buitengemeen milieuvriendelijke manier in feite de ecologie om zeep aan het helpen bent. Hè? Met elk onkruidje milieuvriendelijk eruit halen met een robotje of met een drone of weet ik wat allemaal. Ja, dan hou je alleen maar bieten over. Dan heeft er geen vliegje meer iets te vinden. Nou, dat is echt een knelpunt. En dat speelt dus zeg maar ook rond, dat speelt rond de dorpen in de omgeving van mensen. Waar we nog fors de tanden in moeten zetten. Ja. Waar we nog niet het begin van een oplossing hebben. Nee, die zal vast ook op de formatietafel liggen, deze kwestie. Ja. Dank allemaal voor jullie bijdrage, jullie persoonlijke bijdrage ook aan deze talkshow. We zijn door de tijd heen. Dank allemaal voor jullie betrokkenheid op de chat. En ik verwijs graag naar de rest van het programma. Interessante gesprekken. En ook allerlei andere talkshows die nog volgen. Dank jullie wel.